Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 180 seconden, oftewel 3 minuten free-for-all pot. In deze serie moet ik natuurlijk een free-for-all potje winnen in of onder de 3 minuten tijd. We spelen als allereerste map op de map Interchange zoals je kan zien. En ik hoop natuurlijk dat het vandaag gaat lukken. Er zitten een paar regels aan verbonden. Zo moet ik natuurlijk spelen met de sniper rifle naar keuze. Vandaag is dat de L118A. Ik moet winnen binnen 3 minuten. En ik mag alleen mijn secondary wapen pakken op het moment dat ik een hitmarker krijg. Op het moment dat ik... Wauw. Op het moment dat ik... mijn secondary pak terwijl ik geen hitmarker heb gekregen. Dan, dan is het game over. Dan telt hij gewoon niet mee die pot. Ik mag alleen maar mijn secondary pakken op het moment dat ik een hitmarker krijg. Zo, hoppatee. Alleen dan moet ik natuurlijk wel zo snel mogelijk killen, want 3 minuten is een heel snel free-for-all potje. Maar, natuurlijk zoals elke andere serie die ik heb, is het mogelijk om hem gewoon te halen. En dat gaan wij vandaag proberen te laten zien. Ik heb al 4 kills. Ik heb mijn UAV. Ik mag alleen maar non-lethal killstreaks... What the fuck? Ik mag alleen maar non-lethal killstreaks gebruiken natuurlijk. Daarom heb ik ook de UAV aanstaan. De counter UAV en het advanced UAV. Want andere scorestreaks mag ik niet gebruiken. Dus dat maakt natuurlijk ook nog wat moeilijker. Anders had ik heel snel makkelijk kills natuurlijk kunnen krijgen. Maar dat mag niet. En we gaan lekker. We zijn lekker onderweg. Alleen, het gaat nog niet snel genoeg. Er staat hier echt een kaart te campen, jongen. Die killde me net al toen ik daar spande. En zoals je ziet, stond hij er nog steeds. Dus ik weet niet wat zijn doel is. Maar het is in ieder geval een irritant doel. Ik vind het ook op een of andere manier, want... Ik sta hem natuurlijk niet heel erg vaak. Oh, joh, die vent kan de hele tijd door de muur heen. De L118A vind ik echt gewoon heel snel chill inzoomen of zo. Ik weet niet waarom. Maar... Oh, waar de fuck kom jij vandaan? Maar je hebt natuurlijk gewoon de MSR die ik meestal gebruik. Dat is een sniper. Nou, die schiet gewoon lekker. Niks aan de hand met dat ding. Alleen deze L118A die... Ik weet niet, hij zoomt sneller in of zo? Ik heb geen verstand van sniper op deze game. Maar ik heb in ieder geval het gevoel dat hij sneller inzoomt of zo. En dit is echt kut, jongen. Ik mis 2 kogels. Ja, ik haal hem sowieso al niet meer in het potje. Dat staat sowieso vast. Dat is ook gewoon een veel te grote map ervoor. Maar weet je, ik moet de map spelen die we krijgen. En helaas is het in dit geval... De map Interchange. Dat was een hele mooie spa... Nee, die was raak! Die was serieus raak! Rot op! Zo, die voor je, jongen. Ja, sorry, hij ligt in final stand. Ah, ik kan de... Ja, fuck. Ik wist niet wat daar allemaal gebeurde, man. Het is nu kut, want ik heb nog maar 30 seconden op de klok staan. We zitten op de helft van het pot. Dus sowieso, in deze pot gaat het dan niet meer lukken. Dat staat sowieso natuurlijk vast. Maar we kunnen nog wel proberen om gewoon zo snel mogelijk te winnen. Deze map is gewoon te groot hiervoor, man. Maar we zijn wel lekker aan het quickscopen, hoor. Zo. Zo. Dit is een sponsor, by the way, voor als je hem niet kent. Zit er hier een te campen, man? Dank u. Komt die andere er ook achteraan, denk je? Denk je? Ik weet het niet. Ik vertrouw het niet. Ik ren even de andere kant, want ik vertrouw het niet. Sorry. Sorry! De 3 minuten is, by the way, ook wel heel erg snel. Misschien is het handiger als ik hem 3,5 minuten of zo maak. Maar laat het maar even weten in de chat, jongens. Of 3 minuten te snel is. Ik mag mijn secondary pakken, want ik heb... Ik moest ze nog reloaden, what the fuck. Of de 3 minuten te snel is, of dat jullie wel gewoon willen zien dat ik het in 3 minuten probeer. Want, ja, misschien is het iets te snel, 3 minuten. Maar laat het even weten in de chat. Want we kunnen hem ook namelijk gaan doen in 3,5 minuut. Of misschien is dat wel beter namelijk. Moeten jullie maar even aan me laten weten, want dan kunnen we hem nog veranderen namelijk. Zo, dat was een lekkere triple, man. Nice. Maar we quickscopen wel echt lekker, jongen. We hebben nu 1100 punten, we zijn 4 minuten bezig. En op zich gaan we wel heel erg snel. Dus ik denk dat het 3 minuten iets te snel is. Als ik zo gewoon kijk. We killen nu wel redelijk snel. Het is een hele grote map. Dus sowieso doen we er natuurlijk langer over. Maar. Nee, die Legolas de hele tijd, man. What the fuck doet die vent allemaal? Roep die UAV's in dan. Thanks. Sorry vriend, maar dat was je eigen schuld. Dat was ook je eigen schuld. Er wordt net naast je iemand gekild. Hij loopt gewoon door. Je had er geen zin in, man. Kan gebeuren dat ik er geen zin in heb. Zo.
Staat er eentje AFK, die kill ik gewoon de hele tijd hoor. Zo, ik wou net zeggen, vriend, ik wil niet een hitmarker krijgen alsjeblieft. We hebben nog 2 kills en hebben we gewonnen in ongeveer 5 minuten tijd. Zoals je gewoon boven het scorebord kan zien. Dus het is snel. In de tijd dat we nu hebben gewonnen. Maar het moet natuurlijk, willen wij hem heel snel winnen, nog natuurlijk veel sneller. Maar ik denk dat het handigste is, als ik nu zo kijk, dat het handiger is als we denk ik de tijd van 3 minuten veranderen in 3,5 minuten. Dan hebben we namelijk 30 seconden extra, want ik heb 180 seconden de tijd en ik moet 30 kills maken. Dat houdt in, ik heb 6 seconden per kill die ik moet maken. Op het moment dat ik hem 30 seconden verhoog, heb ik 7 seconden per kill. Wat nog steeds natuurlijk heel erg snel is, maar het is wel makkelijker. Dus laat het mij gewoon heel simpelweg weten in de chat. Kijk, als we de map Dome krijgen is het natuurlijk makkelijker. De map Lockdown is het ook makkelijker. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan de map die we krijgen, hoe snel we zo'n free-for-all potje kunnen winnen. De map Interchange is gewoon een van de grootste mappen, dus het gaat sowieso al langzamer. Maar, we gaan het gewoon uittesten. We gaan nu de map Dome spelen. Wie weet winnen we heel snel, wie weet winnen we niet heel snel. Dus ik hoop jullie het zo meteen te gaan zien, jongens, in game nummer 2. Dus tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is op de map Dome, zoals je kan zien, de kleinste map van heel Modern Warfare 3. En op zich moet het dus ook mogelijk zijn om hier heel snel... Dat was echt een bullshit hitmarker. Om hier heel snel te kunnen winnen. Dus we gaan natuurlijk ons best doen. En dan gaan we meteen kijken of het mogelijk is om hem binnen 3 minuten te winnen. Dus ik ben er klaar voor. Ik hoop dat de enemies er niet klaar voor zijn. Want dan kan ik natuurlijk gewoon lekker gaan knallen. De map Dome is misschien net iets te klein voor een sniper, zoals jullie wel weten. Want je hebt chille kleine maps. Maar je hebt ook net iets te kleine maps. En eigenlijk is de map Dome net iets te klein. Maar het is nog steeds wel een map waar je natuurlijk heel snel zo'n potje kan gaan proberen te winnen. Dus dat gaan we ook doen. Spant hier niemand, wat? Auw. Oh, die was lekker. Die quickscope was lekker, jongen. Oh, hitmarker. De secondary. Oh, shit. Ik ben gekillstealed. Ja. Nightmare, je stinkt, ouwe Ruckert. Ik moet eigenlijk die dome vermijden, man. Maar ik span het de hele tijd in, dus ik kan hem niet vermijden. Die dome is de plek waar de meeste gunfights worden... geschoten. Alleen het is ook de plek waar je natuurlijk het snelst doodgaat, omdat er zoveel gunfights zijn. Dus ja, het is een handige plek om te gaan staan. Alleen het is natuurlijk meestal net iets te druk daar binnenin. Dus dat is wel een groot... What the fuck, hij spant daar! Dus dat is wel een groot nadeel. Wat een onzin span was dat. Je ziet het gewoon dat het deze map eigenlijk net iets te klein is voor de sniper, man. Zie je, daarom dus. Ze spannen gewoon letterlijk in je richtpunt. Dat is natuurlijk chill dat ze in je richtpunt spannen. Alleen voor 1 keer is het leuk. Voor 2 keer is het leuk. Maar voor de 3e keer ga je ze niet meer killen als ze in je richting spannen. En dan is het niet meer leuk. Vooral als Nightmare nu gaat lopen campen. Terwijl hij me net heet fucking zit te killstealen. Nightmare, dat vind ik niet leuk van je, jongen. Dat vind ik niet leuk van je. Er zit er iedereen in de hoek, man. Ik mag mijn secondary pakken, want ik had een hitmarker. Kut op mijn kop. Oh, toch niet. Lucky bastard, John. Let's go. Dit is eigenlijk de plek waar ik het liefst wil zitten, waar ik nu ben. Hier in deze dikke bunker. Dat is de plek waar ik het liefst zit, maar... Ja, iedereen killt me, man. Dus ja, daar zit ik er niet het liefste, want dan word ik even gekillt. Vieze camper die je bent. Nee, je bent aan het campen, dan mag je me niet killen. We moeten daarin gaan spannen, man. Dit is een spawntrap plek voor mij. En iemand heeft een Reaper. Dat is die Nightmare die de hele tijd al zit te campen. Die Nightmare heeft een Reaper gehaald, want die de hele fucking tijd al zit te campen, gek. En dan killt hij mij. Wat? Die vent die zit al de hele fucking pakje te campen. Oh nee, dat is een onverdiende Reaper. Dat is niet normaal. Dat is echt de meest onverdiende Reaper die ik ooit heb gezien, jongen. Deze vent zit serieus echt al het hele potje te campen. Daar kan ik niks anders op zeggen. Wauw, en dan haalt hij gewoon een Reaper. Ik ben bij de way alweer over de 3 minuten heen, jongens. Dus ik denk dat het handigst is als we hem wat gaan verhogen, die tijd. Ja, fucking hell, man. Nu gaat hij gewoon het potje winnen. Want hij het hele fucking game zit te campen. Dat is toch ongelooflijk, jongen. Ik heb hem niet gekillt. Dat is eigenlijk ook mijn schuld.
Maar ik vind het gewoon niet normaal dat dat soort mensen fucking het vol kunnen houden om de hele tijd... Maar ook echt letterlijk de hele tijd stil te zitten in een hoekje. Hij zat de hele tijd daar achterin, bij die satelliet daar, oh. Maar als je het leuk vindt, dan moet je het lekker blijven doen, toch? Het is eigen speelstijl, dus lekker laten gaan. We kunnen er ook niks aan veranderen, helaas. Als het wel kon, had ik dat al lang gedaan. Maar ja, dat is niet mogelijk. Ik kan niet zeggen dat mensen niet mogen campen, want het mag namelijk wel. Het is alleen een beetje noep. Ah, kut, ik ben dood. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, hij heeft nu het potje gewonnen. Ik ben echt gewoon slecht gegaan in dit doompotje. Kan helaas ook gebeuren dat je wat slechter gaat. Natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het kan gebeuren. Alleen gelukkig hebben we nog meer potjes de kans. What the fuck, die vent is gewoon helemaal weggelopen. Om nog wel eens leuks te verrichten. Oh ja, tuurlijk joh. Ik word niet gekillstield hoor jongens, het lijkt alleen zo. Ik pak even mijn secondary erbij hoor, sorry, want ik moest reloaden. Nou, Nightmare, je hebt het potje gewonnen. Applausje voor jezelf jongen, ik ben echt trots op je. Legolas, ik wil dat Legolas potje wint. Ik stem voor Legolas. Legolas! 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 Peter vindt hij het potje, alsjeblieft. Laat Legolas het potje winnen. Gewoon puur. Wie heeft gewonnen? Yes! Legolas heeft gewonnen! Gewoon puur omdat die Nightmare zat te campen, man. Let's go, Legolas! Ik ben echt gewoon kapot slecht gegaan, hoor. Daar niet van. Het kan gebeuren dat je wat slechter gaat. Maar let's go, man! Legolas heeft gewonnen. Legolas, ik ben fucking... Ik geef je een applausje, man. Let's go! Gelukkig heeft Nightmare niet gewonnen. Zo. Oké, Legolas. Je hebt een applausje gekregen van mij. Nightmare niet. Ik ook niet, want ik ging namelijk kapot slecht en Nightmare zat te campen. Dus dat is allebei niet goed. Dus ja, weet je. Kan gebeuren. Maar ja, laat gewoon heel simpel even aan mij weten, jongens, in de reacties of jullie willen dat ik de tijd verhoog. En zo ja, naar welke tijd? Want 180 seconden is wel heel erg snel. Dat is elke 6 seconden een kill. Het is mogelijk om het te halen, hoor. Maar dan ben ik misschien 40 afleveringen bezig. Dus dat is misschien ook weer niet leuk. Dus laat gewoon aan me weten hoe lang je wil dat de tijd is. En dan kunnen wij in die tijd proberen het potje te winnen. En dan veranderen we de serie gewoon een beetje. Dus laat me weten. Als je wilt dat ik de tijd gewoon laat zoals het is, dan mag dat natuurlijk ook. Zo makkelijk is het. Dus let me know in de comments below. Zoals je Engels je dat altijd zeggen. En dan zeg ik thanks for watching. Als je het hebt, grote ramp die like knop. En tot de volgende keer, mijn mensen. Bye bye.